Lagere koersen op de beurs vandaag en met name uh, ASML, ASMI en Bezi worden zwaar geraakt. Heeft te maken met uh, nieuws van Intel gisteravond. Uh, die gaan hard ingrijpen. Gaat niet helemaal goed daar. En daar ga ik het over hebben met Jordi Beuving. Jordi onze tech-expert. Jordi, daar ben je in beeld ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ja uh, ging toch nog niets lekker op de beurs. Slecht uh, ISM-cijfer gisteravond. Japan vannacht min, min 5%, min 5,5%. En toen kwam het nieuws van Intel gisteravond. Ja, ja daar komen we er even niet bij hebben. Maar die gaan hard ingrijpen, begrijp ik. Ja, ja nee, uh, dat uh, was echt uh, dramatisch, uh, om zo maar te zeggen, die cijfers. Tegenvallende cijfers, Outlook die zit onder de consensus. En uh, ja, ze gaan uh, flink kosten besparen. Dus uh, ja, kostenbesparingsprogramma aangekondigd, 10 miljard. En dat gaan ze op verschillende manieren doen. Je ziet hier ook een beeld. 15% ja. procent van het personeel eruit. Nou, dat is op 110k uh, in totaal. Dus dat is echt. Uh, is een hoop het, mensen. Dat is echt een heleboel. Ja. Want, uh, uh, misschien even één stapje terug. Ja, wat was er nou precies mis? Die, die cijfers waren niet goed. Uh, Outlook was, was heel laag. Hè? 10% mm. onder de verwachtingen. Mm -hmm. Dus zij krijgen, krijgen ze ja, een stuk minder orders binnen of is hun business... Is die een stuk minder dan bij Nvidia bijvoorbeeld? Want iedereen heeft ja. erover dat Nvidia heel ja, goed gaat. Dat, dat mm. al die andere partijen al goed gaan. Maar uh, ja, waarom is dat bij hun niet zo? Ja, het klinkt natuurlijk echt tegenstrijdig. Dat het inderdaad bij Nvidia en andere spelers fantastisch gaat. Bij Intel niet. Uh, nou, wat het waar is, is dat Intel heeft de boot gemist voor wat betreft datacenters. Dat is waar ja. Nvidia heel veel verdient. Dat is waar AMD nou een ja. heleboel uh, ja, groei ziet. En daar heeft Intel gewoon een hele kleine marktpositie. Ja. 3 miljard Intel, omzet hadden ze daar. Intel heeft in principe meer exposure naar de traditionele PC-markt, met name de zakelijke markt. Zag ja. ik ook in 2021, corona, een heleboel uh, ja, werd natuurlijk, uh, laptops, PC's werden aangeschaft. Zag ik de koers van Intel op een gegeven moment naar 70 dollar gaan. En uh, ja, die markt direct nog niet aan. Uh, Intel verliest ook wat marktaandeel, uh, onder meer aan AMD. Dus ja, dat gaat niet goed. Het idee was dat. Dat in de tweede jaar wel zou gaan herstellen. Mm -hmm. Alleen uh, blijkt nu dat dat dus niet gaat gebeuren. Nee. Uh, dus dat, uh, ja, dat houdt aan. En daarom ja. geeft Intel nu aan, uh, nou, we nemen het zeker voor het onzeker, om het zo maar te zeggen. Ja. En we gaan uh, ja, wat dramatische maatregelen ja. nemen. En ze willen heel veel investeren mm -hmm. in, in uh, nieuwe business. Dus, mm -hmm. En dat moet betaald worden vanuit de oude business. Maar die oude business die, die loopt dus niet lekker. Ja. En dus ingrijpen. Ja, nee, precies. Uh, Intel heeft al enkele jaar geleden het uh, nou, hele model omgooid. Een nieuwe CEO aan de Roer, Pat Gelsinger, En die ja. heeft gezegd: van, Nou, uh, Intel heeft het, uh, de innovatieslag verloren. Hè. Met name de mobile-markt, maar ook dat datacenter-gedeelte. Uh, Daar hebben ze gewoon de boot gemist. Uh, ja, slechte CEO's voorafgaat aan hem en uh, et cetera. Uh, slecht verhaal. Uh -huh. En hij heeft gezegd: Nou, wat gaan we doen? We gaan concurreren met TSMC. Door eigenlijk uh, ja, niet alleen voor onszelf chips te gaan produceren maar ook voor andere partijen, dus om echt een foundry te worden. Okay. En het idee is dus, net zoals TSMC, om bijvoorbeeld ja. voor Nvidia, Microsoft, Qualcomm, oh, okay. AMD chips te gaan produceren en dan met name de aller 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 nieuwste. En daar wil Intel 2025, 2026, 2027, 2028 een heleboel chipfabrieken voor online zetten. Ja. En nou, dat kost natuurlijk uh, honderden miljarden. Ja. En ja, dit lijkt toch een stap te zijn om in ieder geval, uh, dat geven ze eigenlijk ook vrij duidelijk aan, dat strategische plan gaan we doorzetten. Alleen ja, die traditionele business, uh, daar kan je in principe een deel mee financieren als dat goed loopt. Maar dat loopt nu niet. Nee. Uh, en uh, ja, ze lijken toch het, onzeker voor het, uh, het zeker het voor de het onzeker het onzeker onzekerheid te nemen door te zeggen ja. van we gaan nu kosten besparen. Uh, ja, want anders bestaat natuurlijk het risico dat over één jaar bij wijze van spreken, dat ze financieel in de, uh, ja, in de knel komen. Ja. En dat ze iets met uh, ja, dat ze geld moeten gaan ophalen, et cetera. En dat kunnen ze gewoon niet permitteren. Dus je ziet nou uh, ja, uh, 10 miljard kostenbesparingen, 2025. OPEX moet omlaag, Capex moet omlaag, uh, Cost of Sales moet omlaag. En uh, ja, daarmee willen ze de liquiditeit verhogen en de, en de schuldpositie verbeteren. Okay. Dus het dividend wordt, wordt, uh, wordt gestaakt. Hè? Ja. Er komt geen dividend meer. Nou, dat, dat valt natuurlijk heel veel mensen rauw op het dak. Mm -hmm. Zie je met meer bedrijven die, die stoppen met dividend. Heel veel mensen eruit, bespaart heel veel geld. Ja. Maar um, wat er ook bij komt, want je zegt ze moeten heel veel investeren, mm -hmm. maar ze gaan die Capex, de. De kapitaalinvesteringen gaan omlaag. En nu maken ja. we even de brug naar, naar onze bedrijven, hè? ASML, mm -hmm. ASMI en Bezi, want die zitten natuurlijk daarachter. Die krijgen, ja. die, die krijgen een deel van die capex, van die kapitaalinvesteringen. komt kom bij die bedrijven terecht. Um, je ziet nu die bedrijven ook hard, hard omlaag gaan, allemaal. Ja. Uh, Misschien even goed om daar even naar te kijken wat, dan, wat dat precies gaat doen. Ja, ja en nee, Intel heeft ook laten weten dat de capex voor dit jaar 20% verlaagd wordt. Hè. Die gaan naar 25 tot 27 miljard. En uh, ja, ook voor volgend jaar 20 tot 23 miljard. miljard. Uh, het idee ja. was wel dat dat zou gaan afnemen volgens mij. Hè, dat de piek in uh, 2024 zou zijn. Okay. Maar goed, uh, ja, die capex gaat voor een groot deel naar nieuw plants en equipment. Ja. oftewel nieuwe chipfabrieken, machines van uh, ASML. Uh, ja, de, de grootste woord. kostenpost daarvan zijn natuurlijk de machines. Uh, inderdaad, ASML, maar ook ASMI en natuurlijk BASI. Ja. Maar Ze hebben en, toch ook net die, die, die nieuwe EV-machine van uh, die HNE van, ja. van uh, ASML, die staat bij hun. Ja, de eerste de grootste afnemer voor high-end EUV ja. is Intel inderdaad. Ja. Uh, de eerste die ze doen, volgens mij zes van de tien, moeten de, dit jaar uh, die kant op. Ja. En het faal is natuurlijk, kijk, uh, Intel moet een grote speler worden op die markt. Ja. In principe is het dat historisch ook wel, uh, omdat ze dat natuurlijk voor de eigen business mm -hmm. uh, produceren. Maar zeker met dat nieuwe strategische plan uh, is het idee dat een heleboel capaciteit online gaat komen. Uh, daarmee willen ze op schaal kunnen concurreren met TSMC. Dus met name in de toekomst wordt er natuurlijk veel verwacht van zo'n Intel qua uitgaven. die uiteindelijk bij ASML, ASMI en BC terecht moeten komen. Ja. Nou, als het daar onderliggend slecht gaat. en er zijn zorgen over hoe het financieel uh, ervoor staat. en ja, dat brengt onzekerheid met zich mee. En dat is natuurlijk. Uh, ja, je ziet dat meteen doorwerken. Ja. Uh, op de beurs bij uh, de chipmachine-producenten. Ja, Oké, okay. nou we gaan, gaan we even kijken naar uh, uh, die individuele, individuele bedrijven. Uh, mm. Laten we beginnen bij ASML. Uh, de grootste, want ASML heeft dus net die H&E die, die &E, eerste machine staat bij hun. Uh, is, is, er een, is er dan een kans, want je zegt van ja uh, ze willen wel door blijven investeren... ...maar is er ook uh -huh. een kans om te zeggen van nou, we moeten die investering een beetje terugschroeven... Of ...we moeten bijvoorbeeld een, een uh, machine afstellen of uh, uh -huh. dat soort werk, of is het zover nog niet? Nou, dat denk ik niet. Je ziet nu dat Intel gewoon op de rem trapt voor metaal op de kortere termijnen... ...om uh, ja, de financiële positie, de liquiditeit op peil te houden... Om dat strategische plan te kunnen bekostigen. Nou, dat strategische plan dat moet uh, lopen tot en met 2030. Hè. En uh, uh, ze schroeven het nu wat terug op de korte termijn. Maar ze schrijven ook wel heel duidelijk aan: het personeel gaat uit. Omdat wij die strategische transitie willen gaan doorzetten. Ja, uh, dus okay. je kan ook zeggen van uh, nou, de core business krijgt wat minder aandacht. En uh, we willen 100% zeker zijn dat die transitie dat dat doorgaat. Alleen uh, ja, Intel is natuurlijk met name voor dat HNA een hele belangrijke afnemer, de grootste in principe op dit moment, ja. die TSMC moet gaan volgen. Ja. Uh, maar het idee bij Intel is ook dat ze uh, steeds meer EUV-machines gaan afnemen van ASML, omdat ze willen concurreren op de allernieuwste microchips. Ja. Uh, dus van de totale productiecapaciteit van Intel moet steeds meer EUV worden, uh, op basis van EUV-technologie. Mm -hmm. En ja, dit brengt toch wat meer onzekerheid met zich mee, hoe snel dat de komende jaren zal gaan doorzetten omdat ja, je moet het wel kunnen bekostigen. Ja. Uh, en uh, nu komt er wat meer onzekerheid omtrent de financiële positie uh, van Intel. Hè? Uh, zeker met die kostenbesparingen. Dus daar ontstaat gewoon wat onzekerheid. Ja, oké. Okay. Goed. ASML, je, je ziet ook terug in de koers van ASML. van mij uh, 6-7% lager. Um, dan BASY, mm -hmm. Hybrid Bonding. Uh, ja, die eerste orders die waren binnengekomen, maar ja, die waren ook van Intel. Die eerste, eerste 26 machines heb je hier staan, die waren van Intel. Ja. Uh, hoe gaat het hier dan? Ja, nee, uh, kijk... Ze sturen ze toch niet terug, hoop ik? Nee, dat, uh, dat zal niet gebeuren. Uh, kijk, voor Basie zijn er twee hele grote klanten op dit moment voor hyperbonding. De allereerste, dat is TSMC. Ja. Uh, met name voor de productie van AMD wordt hyperbonding gebruikt. Waarschijnlijk ook uh, voor Apple in de toekomst. Daar staan de meeste hyperbonding systemen Uit mijn hoofd is het ook 45 op dit moment. En uh, ja, de grote orde van 26 stuks, dat was Intel. Dat is eigenlijk de nummer twee in die markt. Die ook uh, steeds meer met advanced packaging wil gaan doen. Mm -hmm. En uh, ook daar is het idee van we willen daar een heel boek kunnen aanbieden. Doen ze met uh, hyperbonding. bonding. Uh, en ook hier is het idee een beetje hetzelfde. Als het bij Intel niet goed gaat. Uh, en uh, financiering uh, gaat allemaal niet. Ja, wordt wat meer onzeker, ontstaat ook wat onzekerheid over hoe snel dat hyperbonding bonding zal gaan doorzetten ja. bij Intel. Dus nou, die orde, die, uh, die is gewoon geplaatst, die zal ongetwijfeld ook naartoe gaan. Het zal ook wel doorzetten. Alleen ja, gewoon wat meer onzekerheid over tempo. Oké, okay. en dan zien we dat vandaag, BASIC is ook 6, 7% laag. Maar het hardst getroffen van vandaag is ASM International. Mm -hmm. Daar zegt 10, 11% af. staat nu voor mij rond de, 600, rond de uh, 560, 570. Is dat terecht dat die harder geraakt worden dan de andere twee? Nou ja, wat het, uh, wat het bij ASMI is, is dat met name ja, voor de twee nanometer microchips, de allernieuwste aller die onder meer door TSMC uh, online moet worden gezet in 2025, dat daar orders gaan binnenkomen. Uh, bij ASM'en. Ja. Uh, want met name die allernieuwste microchips in vergelijking met de voorgaande, daar heb je gewoon meer ASM-tools voor nodig. Mm -hmm. uh, die zijn more tool-intensive, ja. om het zo maar te zeggen. Okay. Nou, het idee is natuurlijk dat Intel ook op dat gebied gaat concurreren met TSMC, ja. uh, met die allernieuwste microchips. Dus er wordt ook verwacht dat dan Intel uh, met het opschalen daarvan uiteindelijk orders bij spelers zoals ASMI gaat plaatsen. Ja, in principe ook weer hetzelfde verhaal. Er ontstaat wat meer onzekerheid over die investeringen. Uh, dat kan wellicht uh, wat worden uitgesteld. Je zag recentelijk ook het nieuws dat Intel, schijnbaar in Duitsland en volgens mij Israël, uh, dat ze wat voorzichtiger aandoen. Ja. Uh, ja, dat er een project even op hold wordt gezet. En dat heeft natuurlijk deels te maken met ja, uh, onzekerheid met die financiering, met die kosten. Ja, dan kan het zo zijn dat het wellicht een half jaar of een jaar later uh, pas gaat uh, plaatsvinden. Dus ook daar hetzelfde verhaal, wat meer onzekerheid over. Uh, ja, uh, ja. De, de orders, om het zo maar te zeggen. Oké, okay. dan zien we duidelijk terug in de koers allemaal. Laatste vraag nog: wat zegt dit over de eindvraag naar chips? Over het hele pakketje bekijken, want uh, ja, we zien dat AI allemaal doorgaat. We hebben gezien de CAPEX van de verschillende grote bedrijven, als, als Amazon, Microsoft, uh, Google, die, die, uh, Facebook, die. Smijten met, met mm -hmm. ja, miljarden, er gaat heel veel geld wordt geïnvesteerd in met name de chips van Nvidia dan denk ik. Mm. Um, wat, 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 wat zegt zo'n signaal van Intel over de totale markt? Is het een, een probleem specifiek voor Intel? Mm. Of zeg je van, nou dat is wel een indicatie dat die, die totale markt, al is het dan misschien de traditionele business, mm -hmm. dat het daar toch wat minder gaat dan iedereen denkt. Ik denk primair dat het meer wat zegt over Intel. Uh, en uh, ook natuurlijk wel deels over die eindmarkt, over waar intel in is. Hè? Dus met name die PC-markt. Uh, ja, dat gaat gewoon niet zo snel als de datacentermarkt. Dat gaat nog niet zo snel nee. als uh, de markten die wel enorm goed gaan. En dat zie je heel goed als je kijkt naar TSMC. Hè? Want dat is eigenlijk in principe waar Intel mee wil gaan concurreren op termijn. Daar gaat het fantastisch. Maar dat komt ook omdat hun een heleboel exposure hebben naar die AI-markt. nou Denk aan Nvidia, mm -hmm. uh, denk aan de datacenters, maar denk ook aan uh, de AI-smartphone, et cetera. Die markten gaan heel erg goed. Uh, dat is waar TSMC zich op richt. Alleen Intel heeft daar weinig tot geen exposure. Uh, en daar lopen ze ook achter qua marktaandeel, qua innovatie, et cetera. Ja. Dus het is meer een specifiek uh, ja, intel verhaal dit dan voor de bredere markt. En uh, nou, uh, dat moet je wel meenemen, denk ik, bij de boarding HSML, ASMI en BASI. Ja. Maar voor alle drie die spelers is wel het idee dat Intel een belangrijke afnemer gaat worden. Slash ja. Is. Ja. Ja. Dan de allerlaatste vraag. Zie je met aandeel Intel hard omlaag gaan? Jij was eerder mm -hmm. al, uh, moet ik je nageven, heel voorzichtig over het aandeel Intel. En mm -hmm. dan even afwachten of het allemaal gaat lukken. Mm -hmm. uh, het gaat 20% af, 23 dollar nu. Mm -hmm. um, en nog steeds afblijven, dat denk ik. Het is heel lastig. En eerder heeft, uh, volgens mij, Bernstein heeft uh, gezegd, dat hebben we ook in de video besproken. Ja. Van... There is no reason to be here until 2030. Ja. En met de reden dat natuurlijk dan die, uh, ja, dat het dan allemaal gelukt is. Hè, dat dan die chipfabrik ja. online staan, dat ze dan, ja, dan een model krijgen, hebben om stappen. te concurreren met TSMC. Je ziet sinds de uh, aantreden van nieuwe CEO dat het, uh, ik vind echt dat hij het uh, best goed doet. Uh, hij heeft natuurlijk een best wel ja, slecht gemanaged bedrijf op zijn bord gekregen en gezegd: ja. van nou uh, maken wat van. Uh, fantastische CEO. Alleen, uh, ja, je ziet wel progressie strategisch onderliggend. Alleen dat betekent nog niet dat het ook voor aandeelhouders waarde oplevert. Nee. Want de financiële transitie, uh, die, ja, die is er nog niet. En dat nee. zie je nu heel duidelijk terug uh, bij de cijfers. Nee, Goed, dankjewel Jody Beuving. Nou mensen, als je meer wil weten hierover, we hebben een uitgebreid artikel geschreven. Ook staat op onze website. Uh, daar kan je alles nog eens rustig nalezen met wat extra informatie. En uh, we zullen kijken hoe het uh, gaat aflopen vandaag. Tot ziens.